Ja, poelen is een sport die je graag doet met vrienden. Het liefst onder het genot van een biertje. Maar voor sommigen is poelen echt topsport. Wouter Koenen liet zich afgelopen weekend in Weert rondleiden in het House of Billiards door de Bredase Dave Richards. Poelen is voor mij een echte cafésport. Daar speel ik over het algemeen met de regels waarvan ik denk dat ze ongeveer kloppen. Daarom nu eerst een uitleg over hoe de regels echt in elkaar zitten. Een achtbal draait, zoals de naam al zegt, alles om de acht. Die ligt daar allemaal in het midden, dat is de zwarte bal. Dit is het meest bekende spel, wat iedereen wel eens in de kroeg gedaan heeft. Zij het dan niet altijd volgens de officiële regels. Maar dit spel zullen de meeste mensen herkennen. We hebben de hele ballen en de gestreepte ballen. Dat wordt ook wat halve genoemd, of de spots en de stripes, zoals het dan op het Amerikaans heet. Het ene kamp speelt zeg maar met de halve ballen, ander met de hele ballen. Zijn die ballen op? Mag je op een zwarte bal aanleggen en degene die zwart pot, die heeft gewonnen. Lijnbal wordt gespeeld maar slechts met 9 ballen. Het doel van het spel is de ballen op volgorde weg te spelen. Dus je begint met de 1, 2, de 3 en uiteindelijk wie de 9 maakt, die wint. Het kan dus een heel bruut spel zijn, want ik kan 1 tot en met 8 maken. Mis ik de 9, mijn tegenstander schiet erin. Dan verlies ik gewoon de game. Wat wel te mag is dat je met een lagere bal een hogere bal erin mag schieten. Dus zou ik zeg maar met de 4 de 9 kunnen maken, dan is dat een geldige stoot. Sterker nog, op het moment dat ik de 9 weet te potten op de break, heb ik hem ook al gewonnen. Daarna spelen de spelers in de Pro Team League ook nog streetbal. Daarbij is het gewoon de bedoeling om zoveel mogelijk ballen achter elkaar te potten. Nu we de regels begrijpen, kunnen we gaan kijken naar de wedstrijd. Richard speelde op zaterdag met zijn teamgenoot Rico Dix uit Tilburg een dubbelpartij. Ja, als extra spectaculair nummer hebben we in de partij nu de dubbel in het leven geroepen. Waarom is dat zo leuk om te zien? Omdat 1 tegen 1, iedere speler heeft sowieso zijn eigen visie op het spel. En als je 4 spelers bij elkaar zet, krijg je de discussie van hoe gaan we het patroon spelen. Wat ook erg moeilijk is, is je zit continu in je stoel. Kijk, normaal gesproken, als je 1 tegen 1 speelt, kun je toch een bepaald ritme vinden. Krijg je het gevoel voor de tafel, zit je lekker... Lekker in je spel. En met 2 tegen 2 is dat een stuk lastiger. Je krijgt maar de helft zoveel shots krijg je. En dat moet dan ook gelijk goed zijn. Dan komt dan ook de wisselwerking met je partner. Speelt je partner een keer een mindere bal. Hoe ga je daarmee om? Het voegt wat toe aan het spel, het dubbel. De partij wordt makkelijk gewonnen door de Brabanders in Leidse dienst. Al is poelen als teamsport wel apart. Ja, het is wel apart. Het is gewoon, je komt natuurlijk een half keer zoveel aan de beurt. En soms moet je een beetje overleggen, maar uiteindelijk moet je toch nog zelf, zeg maar, elke bal is dan wel weer een individuele bal. Maar je zit wel met een beetje tempoverschil, zeg maar. Want als je alleen speelt kun je, zeg maar, iets beter in je ritme komen. Of iets makkelijker, denk ik. Ik denk dat met z'n twee ook wel goed te doen is. Maar het is in principe gewoon heel leuk. Ja. Poelen is voor deze heren geen cafésport meer, maar gewoon topsport. Nou, ik denk een man of 50 in de wereld die ervan kunnen leven. Een man of 10 die er goed van kunnen leven of zo, realistisch gezien. Dus om nou iedereen aan te raden om met school te stoppen en voor het poelen te gaan professioneel, maar het kan wel. Ja. En de toernooien worden steeds groter en steeds meer wereldwijd toernooien die goede prijzenpot hebben waar je gewoon goed je brood kunt verdienen. Ja. Ondanks dat de Pro Team League een mooie naam is voor het Eredivisie poelen in Nederland, gaat het niet heel fantastisch in ons land met de poelsport. De bond heeft een kleine 2000 leden. Dat, sportief gezien zijn we een hele kleine bond. En we zijn ook druk bezig om daar leden voorbij te werven. Want iedereen die heeft wel eens een keer gepoeld. Het wordt de hoogste tijd dat soort recreantleden ook tot de bond toetreden. Dan kan de sport groeien, kunnen meerdere initiatieven ontplooit worden. En ja, dan kan Poel eindelijk de erkenning krijgen die ze verdient. Brabant lijkt met zijn talrijke cafés een geschikte provincie om veel poelers op te leiden. Ja, Rico is natuurlijk de topper die Brabant ooit gehad heeft. We hebben nog wel een paar spelers, Brian Bekers, Massa Martens. Ik zelf speel ook nog redelijk op niveau. Maar ik moet eerlijk zeggen dat echt talenten, jonge talenten komen niet uit Brabant. Die komen uit de Randstad. We hebben in Eindhoven hebben we nog wel aardig wat goede jeugd zitten. Maar vooral in de Randstad wordt het spelletje ook het meest gespeeld. Maar dat zeggen, hoe komt dat? Cafés genoeg zou je zeggen? Ja, maar ja, als je hier rondkijkt zie je ook dat de echte cafésfeer is een beetje verdwenen. Het spelletje is hier sport geworden. Je zult hier ook geen mensen met een biertje aan tafel zien staan. Nou, roken mag dan sowieso in de horeca niet meer. Maar dat mocht daarvoor ook op dit soort wedstrijden al niet. Alle omstandigheden proberen we zo goed mogelijk te doen om topprestaties te kunnen leveren. En ja, dat moet alle randvoorwaarden moeten voldaan zijn. De sport is het café dus ontgroeid, al zou dit trucje het in het café waarschijnlijk beter doen dan op de wedstrijdtafel.